Ja, Ben, jij als toch wel Mr. Feyenoord Soccer Schools ook. Heb een nieuwe trainer mogen begroeten bij de Soccer Schools, Pascal Bosgaard. Hoe doet hij het? Nou, het is natuurlijk geweldig dat Pascal erbij is. En ja, dat is alleen maar de aanwinst voor je Feyenoord Soccer Schools. We zijn ooit begonnen natuurlijk heel klein en nu zijn we steeds uitgebreid met Pascal. En Pascal met zijn ervaring en ook wat ik net al gezien heb, zijn gedrevenheid. Ik denk dat het aanwinst is voor Feyenoord Soccer Schools. Want doet hij het leuk? Heeft hij er zin in? Brengt hij enthousiasme mee? Ja goed, dat laatste is natuurlijk het allerbelangrijkste hè, bij ons. Dan het plezier overbrengen. En natuurlijk ook wel de kunde, wel, de vakmanschap eigenlijk. Dat hij de jongens beter maakt, beter wat leert. Maar allereerst het enthousiasme die Jan, wat ik net gezien heb, dat is een goed teken. En schuilt er een trainer in Pascal? Denk het wel. Ik heb natuurlijk nog niet zo mee. Ik heb nou eventjes een... half ochtendje meegemaakt, maar je merkt wel verbaal dat hij dat goed oppakt. Dat hij die kinderen luisteren naar hem. En je moet, het zijn natuurlijk jongens en meisjes die overal vandaan komen. Hè, die ook in E6 spelen of in E1. En dat is vaak moeilijker om daarmee bezig te zijn als ik natuurlijk een selectieelftal heb. Waar allerlei jongens in zitten en meisjes in zitten die heel goed kunnen voetballen. Dus op zich denk ik dat, dat hij het best wel kan redden. Ja. Werken. Hey, dat is een avondbal. Kom op nou. Kom op. Ja, vertel jij eens wat je vandaag hier op Nieuwekerk aan het doen bent. Heel veel schoppen en heel veel oefenen. Wat oefen je dan precies? Schieten, richten, op doel trappen. En wie kan dan vertellen waarom het vandaag nou zo'n leuke dag is? Omdat allemaal Feyenoord-spelers die vroeger bij Feyenoord speelden ons nu les geven en dan leren allemaal nieuwe trucjes en zo. Dat is veel leuk. Heel erg leuk. Welk trucje heb je zo bijvoorbeeld geleerd? De schaar. En je zei spelers die bij Feyenoord hebben gevoetbald. Kende je er nog eentje? Want dat is wel lang geleden, hè? Wie wel? Ik. Ja, wie dan? Pascal Bosgaard. En je weet dat hij nog bij Feyenoord heeft gespeeld. Hoe leuk is het dan om training van hem te krijgen? Heel leuk. Waarom dan? Nou, omdat ik hem ken. En sommige spelers ken ik dan weer niet.